Deze beschouwing die gaat over de theorie. Achter God. Of de theorie van God. Of de theorie over God. Nou, zoiets. Ik, ik weet nog niet wat voor een. Hoe noem je dat eigenlijk? Van, over. <laughs> hoe heet dat ook alweer in de taal? Bezittelijk voornaamwoord? Nee. Ook niet. ja wel de theorie van God ja daar heb ik het eigenlijk niet over. Het is best moeilijk om de theorie ja het woord theorie en het woord God in één zin te hebben. Dus nou ja ik zou zeggen ga er maar even lekker voor zitten. Dit wordt echt voel voel ja, op je gevoel, ja. Voer voor, voor uh, degene die houden van taal. Dus uh, doen we lekker kalm. Ik pak even mijn thee, ja. Doe, doe jij dat ook maar. Kijk, ik heb de laatste paar dagen... een aantal video's bestudeerd van... Jordan Peterson. Die man is echt stikberoemd. Die is heel erg beroemd geworden doordat hij openlijk protest aantekende tegen het fenomeen dat mensen, alhoewel ze geboren zijn met een, dan moet je het heel voorzichtig zeggen: een lichaam met mannelijke geslachtskenmerken. Dat ze dan toch aangesproken willen worden. met het persoonlijk voornaamwoord. Zij. En Jordan Peterson heeft gezegd. Uh, ik doe daar niet aan mee. En je kan mij niet dwingen. En als je me wel gaat dwingen. dan vind ik dat een vorm van onderdrukking. Punt. En mensen boos, jongen. Oh. Nee, maar dat mag je niet zeggen. Dat is niet inclusief. Dat is niet aardig naar die mensen toe. En Jordan Peterson, die blijft bij zijn standpunt. Ik. Uh, ja. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik iemand op bezoek had. Die zou ook blijven slapen. En het was. Uh, en, nou, hij was dus meegekomen op uitnodiging van iemand anders, die ik al kende. En, en die andere persoon, dat was een vrouw, die had tegen mij gezegd: van, ja, en dan neem ik dus, uh, nou, zullen we zeggen, Josephine. Ik wil verder geen iemand bij naam noemen. Maar Josephine, uh, die neem ik dan mee, dat vind ik gezellig, hè? Maar uh, Josephine, uh, dat is dan wel een uh, transgender, hoor. Dus vroeger heette die Joop. En ik had zoiets van: oké, okay, is goed, joh. Ja, zei ze, dan moet je er wel om denken dat je, dat je dus haar zegt en, en zij en zo, want het is, het is nou een vrouw geworden, hoor. Ja, ik vergiste me dus prompt. En dat deed ik helemaal niet met opzet, niet om lullig te doen, maar ja. Ja, ik, ik zag Jozefine en ik dacht gelijk, hé, hey, Jopie. Ja, je ziet gewoon een man. Dat is het punt. Ja, ah, dat is uh, moeilijk. En Jordan Peterson zei uh, dat hij ja, volledig in zijn recht staat door die mensen aan te spreken met hij. Dat je dus niet een ander kan dwingen om jou aan te spreken met een ander persoonlijk voornaamwoord. Nou, daar is Jordan Peterson heel beroemd mee geworden. En hij heeft een boek geschreven. En het heet Twelve Rules for Life twaalf regels om bij te leven, F volgens te leven, volgens die regels, waaronder dingen als uh, ruim je kamer op en uh, sta recht op als je staat. Maar een goede tips, uh, daar kan ik me ook wel in vinden. En waar hij en ik helemaal uh, verschillend van mening over zijn, dat is de uh, ja, als het komt, als het neerkomt op God. En hij begint zich dan in allemaal bochten te wringen, en ik denk dan, jongen, doe niet zo moeilijk. Bijvoorbeeld, ik heb hier een video. Klaarstaan, die heb ik al um, bijna 10 minuten van bekeken. En het is dan Jordan Peterson on the Belief in God. Uh, dus Jordan Peterson over het geloven in God. Dus daar wordt wel eens aan Jordan Peterson gevraagd. Zo zegt hij dan: uh, Geloof je in God? Ja, en dan zegt hij, Ik vind dat zo'n moeilijke vraag. En ik heb liever dat ze die vraag niet stellen. En, en hij heeft dan als. Ja, ik heb het nog niet helemaal geluisterd hoor. Maar als, als. Sorry, ik kom even tegen de microfoon aan. Hij komt dan met het ding van ik probeer te leven alsof ik in God geloof. Nee, wat is ik in de moeilijk te doen? Ik probeer te leven alsof ik in God geloof. Maar wat, wat, wil, wat wil die man dan op aansturen? Snap jij dat? Kijk, voor mij is het zo dat. Het boek over God, dat, dat is de Bijbel. Dat is voor mij zo. En in de Bijbel staat, in den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dat staat in Johannes 1, vers 1, en in Genesis hoofdstuk 1, vers 1, daar staat. In den beginnen schiep God hemel en aarde. Dus nou. Ja, dat is voor mij de definitie van God. Dus als jij mij zou vragen, geloof jij in God? Dan zeg ik, net als Pietersen... Jordan Peterson, van ja, een beetje een moeilijke vraag. Hè? Ik zou dan zeggen, um, ik vind de Bijbel het woord van God. Ik vind dat dat wat in de Bijbel over God staat, dat dat klopt. Dat is mijn mening. En daarmee ben ik er, ja, dan geef ik correct antwoord. Dus de Bijbel is voor mij het woord van God. Dus als je aan mij vraagt, is de Bijbel geschreven door mensen, dan zeg ik, ja, mensen hadden die penbeet of wat ook maar. Toen was natuurlijk geen balpennen en zo, veel stiften. Ik weet niet wat ze mee schreven. Spijkers of zo. <laughs> Spijkerschrift. <laughs> Nee, ik weet niet wat ze me schreven. Ik weet het echt niet weten. Ganseveren. Maar de mensen Hilden, die hebben het opgeschreven. En ze werden geïnspireerd door die entiteit. Ja, uh, wij. En dat is nog best lastig hoor. Want ja, wij, ik zeg het nu wel. Of Jehovah. Ja. Uh? Die heet niet de hele tijd zo, want in de eerste frase van Genesis is het... Uh, bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et ha'aretz. Ha'aretz. En Elohim, dat betekent... Dat is punt 1 een meervoud. Dat, dat komt door dat laatste stukje, im... Im betekent meer. Daar wij ook een S voor hebben, of uh, je hebt, uh, je hebt zeg maar, één land en twee landen. En dus En is bij ons zo'n meervoudsding en een S kan het ook zijn. En in het Hebreeuws is dat im. Dus het Eloim. Dat is een meervoud. Dat betekent niet goden, by the way. Dat betekent powers, de machten. En dan later in het Nieuwe Testament is dat dan uh, vervangen door het woord God en Jezus noemt dat onze Vader. Dat vind ik ook een mooi term. Kijk, het is. Voor mij is de Bijbel een geweldig, interessant, mooi, diepzinnig boek. En dat zit ook nog een keer dermate bijzonder in elkaar dat dat niet door een mens is uh, geschreven. Dat is geschreven door een mens die geïnspireerd is. En als je aan mij vraagt, ja, maar kan dat überhaupt dat een mens geïnspireerd, zeg maar dat een mens als een soort van antenne gedachten opvangt, uh, waar komen die eigenlijk vandaan, die gedachten... maar die komen dan plotseling binnen in die mens... en die mens voelt zich helemaal geïnspireerd door het moment... in het moment en begint te schrijven. En het klopt allemaal wat er staat? Kan dat überhaupt? Dan zeg ik ja, dat kan. Natuurlijk kan dat. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mensen zijn die... Die hebben dingen opgeschreven en de volgende dag worden ze wakker. En dan zijn ze helemaal verbaasd van het feit van hetgene dat ze opgeschreven hebben. En dat ze dan ook durven zeggen: van ja, eigenlijk uh, kon ik dat zelf niet weten. Ja. Ik werd uh, ja, geïnspireerd. Door wie of wat? Uh, ja, ik zeg het niet. Ik weet het niet namelijk. Dus ik kan het ook niet zeggen. Kijk, het is niet alleen in de Bijbel dat dit fenomeen van een onzichtbare hand, een onzichtbare macht, ingrijpt in de materiële, objectieve werkelijkheid. Dat hoor je uit heel veel meer hoeken. Er is zo'n man, een wetenschapper, en die heet Rupert Sheldrake. Daar heb ik al een uitzending of wat, of een beschouwing of zo, aan gewijd. Met meerdere, dacht ik. Ik dacht, moet je me even zoeken als je dat leuk vindt. Dat gaat dan over de kracht van het gebed of zo. De kracht van het gebed, of de zin van het gebed, de zin van het bidden. En Rupert Sheldrake. Ik kan het nu ook even op mijn kanaal gaan zoeken. Maar jij kan het ook even zoeken. Als je zoekt op Rupert. R Rupert met een T op het einde. En dan Sheldrake. S-H-E-L. En dan Draken. Sheldraken. Sheldrake. Dat is een Brit. Daarin vertel ik er meer over. Het is best interessant. Het zijn wel goed gelukte beschouwingen. Ja, voor mij is het duidelijk en dat is geen geloof, dat, dat is, het is voor mij duidelijk dat de wereld dagelijks van, van microseconde tot microseconde wordt gestuurd door iets immaterieels. En ik geloof ook dat je dat, dat immateriële, wat de werkelijkheid stuurt, dat daar een, een kwade kant, een donkere kant, een duistere kant in zit. Wat in de Bijbel wordt genoemd, de, de demonen, de duivel. En om die reden vind ik het ook heel onverstandig, of stomweg onverstandig, om daarmee te gaan experimenteren of daarmee te spelen. Dus activiteiten zoals glaasjes schuiven. Dus het gebruiken van een Wooja-bord of een Wooji-bord. Hoe weet dat bord? Maar je hebt niet eens zo'n een bord nodig. Je kan een glas omkeren op een, flatte, op een, plat, een vlak oppervlakte. oppervlakte. <laughs> en, uh, en daaromheen doe je de letters van het alfabet en de cijfers van 0 tot en met 9. Eventueel een ja en een nee erbij. En dan allemaal een vinger op het glas, iedereen zijn ogen dicht. En één en iemand neemt de leiding en begint met de fameuze woorden: Is er een geest aanwezig? Dat moet je niet doen. En de reden dat je het niet moet doen is omdat het werkt. Daar kunnen mensen hevig overstuur van raken. En dat. Ja, dan kan je zo bang worden dat. Je... Ja, dan kan je zo bang van worden dat. dat je daar een trauma van oploopt. Zo'n post-traumatische stress-toestand krijg je dan. Daar kan je dus PTSD van oplopen. Dus dat je de volgende ochtend wakker wordt en dat je het maar niet van je af kan zetten. wat je de avond daarvoor uh, hebt zien afspelen. op die tafel met al die letters en die paar cijfers. en de vragen die gesteld worden en de antwoorden die er kwamen. En dat je een diepe angst van binnen voelt. en waar je niet zomaar van afkomt en ja, <laughs> het is niet bevorderlijk. Hè. En ja, dan heb je ook mensen zoals Alistair Crowley. Maar nou, die man is al lang overleden. Die speelde ermee. Die, die deed het met opzet. En die man, ja, die heeft wel wat voor elkaar gekregen hoor. Hij liet zichzelf graag noemen uh, de meest. Kwaadaardige mens van deze aarde. Moet je, denk ik, met een korreltje zout nemen. Een rare joker. Maar van hem wordt gezegd dat hij. in Noord-Afrika was. Marokko of zo. En dat hij toen de woestijn is ingelopen met een, een jonge vent. En dat ze in de woestijn een ritueel zijn gaan doen. En toen zijn er dingen gebeurd. waar die jonge man in kwestie dermate van onder de indruk is geraakt. dat hij één keer terug in de stad. zo van streek was. Dat zijn vrienden hem uiteindelijk maar hebben gebracht naar het gekke instituut. En, en daar heeft hij de rest van zijn dagen gesleten. Die kon helemaal niks meer. Die was maatschappelijk klaar. Ja, niet klaar. Maatschappelijk uitgerancheerd. Hij kon niet meer deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dus ja, dammen naar het gekke gesticht. En dan mag je ervan uitgaan dat dat in Marokko niet de leukste plek is om te verblijven. Dat is hier in Nederland al niet zo. Dus laat staan in zo'n land waar de gezondheidszorg op dat terrein nog niet zo gevorderd is. Tenminste, dat vermoed ik. Dat weet ik niet zeker. Maar in die dagen zeker niet. Wanneer was Crowley actief? Het is ergens in de loop van de 20e eeuw. Hè? Crowley, kan je ook zeggen. Er zijn meer mensen, hoor. Die Vanuit allerlei hoeken zijn er getuigenissen. Ook ik heb dingen meegemaakt. Ten goede en... Ja, eigenlijk alleen maar ten goede. Ik heb nooit hele kwaadaardige dingen meegemaakt. Ik heb ze ook nooit opgezocht in die manier. Op die manier. Maar ik heb wel de toevalligheden zich zien voltrekken. De toevalligheden tussen aanhalingstekens, namelijk dat het niet toevallig was. Dat ik dat ook zag. Ik heb ook wel eens voorgevoelens. En die komen dan uit. Maar ik heb het er nooit over. Ik... Nee, ik... dan kom ik weer terug op wat in de Bijbel staat, is dat, dat die dingen, die, die zijn er wel en ze spelen een rol. En het, het is een gevolg van het feit dat de materiële wereld wordt veroorzaakt door een geestelijke wereld. Of een immateriële wereld. En je moet je er niet mee bezighouden. Je moet je focussen. Je moet je richten. Op het wat je in de materiële wereld doet. En je niet bezighouden met. Uh, Hoe moet je dat nou noemen? Buitensinnelijke toestanden. Buiten materiële zaken. Bovenwereld, boven zegt het ook wel. Bovenwereldse dingen. Moet je niet doen. En dan terug naar uh, de theorie van God. Kijk. Ik heb die twee voorbeelden genoemd van de Bijbel. En die eerste die ik noemde, dat was eigenlijk de simpelste en ook de meest verheffende vind ik dan, de meest inzichtgevende. Dat is dat er gesteld wordt dat het woord, dat ging vooraf aan alles. In het begin was het, in het, ja, in het, begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Want wij weten dat we het ontstaan van het universum niet kunnen verklaren door op zoek te gaan naar iets materieels. Dus laat dat even goed op je insinken. Dat je dus, hè, er zijn even goed met me meedenken nu. Hè? Je hebt materiële zaken. Dat noemde René Descartes res extensa. En res, dat betekent ding of zaak of spul. Het kan ook een, een ding zijn. Uh, sorry, het kan ook een zaak zijn. Maar dat is res extensa. En bijvoorbeeld een. Um, um, je mag op de snelweg maar 120 km per uur rijden. Dat is een zaak. En dat hoort allemaal tot het materiële. Samen met die auto's die die snelheidslimiet kunnen overtreden. En dat hoort allemaal tot het materiële. Maar los daarvan heb je de gedachten. De res cogitans. En dat is immaterieel, niet materieel. Als ik nu aan iets ga denken, dan kan jij dat niet weten wat ik denk. Ja, ook al staat er in de krant dat ze dat tegenwoordig wel kunnen horen, dan kunnen ze gedachten lezen met computers, die zijn artificieel intelligent. Ja. Ook heel erg artificieel niet bestaand. Het gedachten zijn niet materieel En het woord dat is een goed voorbeeld ervan. Het woord is ook niet materieel. Je zou in zekere zin kunnen zeggen dat zo'n zo regel van je mag maar 120 km per uur, uh, dat is, daar, daar zit natuurlijk een niet-materieel aspect aan. Namelijk dat iemand dat ooit verzonnen heeft. Hè? Maar daarna wordt het echt materieel gemaakt, want het wordt een wet en het wordt aangenomen en de politie die krijgt het en het staat in boekjes en nou, het is allemaal materieel geworden. En dan ga je het ook echt ervaren als je dan 130 rijdt op de A12, ja hoor, dan mag je extra betalen. Met een hele echte materiële acceptgiro, ja. De wereld kan je niet verklaren uit iets materieels. Daar komt het op neer. Dat staat vast. Daar heeft men lang over nagedacht. En ook kijkend naar de natuurkunde. Er zijn in de natuurkunde grofweg twee stromingen. En de ene, dat is een stroming. En die dicteert dat er, nou eigenlijk drie. Nou, nou, laat ik het zo zeggen, je hebt het idee dat materie bestaat uit deeltjes. En dan nou, wil iedereen weten, waar bestaan die deeltjes dan uit? Nou, die bestaan dan uit uh, nog kleinere deeltjes. Zo. En waar bestaan die nog kleinere deeltjes uit? Nou, die bestaan uit nog, nog kleinere deeltjes. En inmiddels zitten wij dus met CERN, die gaan dan steeds op zoek naar het nog kleinere deeltje. Nu zitten we op het uh, nog, 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 nog kleinere deeltje. En ja, als we dat zo dadelijk gevonden hebben, het nog, 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 nog kleinere deeltje. dan hebben we weer een studieobject, want dan willen we weten waar dat uit bestaat. En we weten nu het antwoord al. Want het. Als je het allerkleinst bekende deeltje, wat we nu kennen, als je wil weten waar dat uit bestaat, dan is het vrij simpel. Dat is namelijk uit een nog kleiner deeltje. Wat we niet kennen. Ja, en het deeltje wat wij nu niet kennen, als we dat straks kennen, waar zal dat uit bestaan? Nou, dat weten wij nu al. Namelijk uit een nog kleiner deeltje wat we niet kennen. En dat blijft zo. Dat, dat kan niemand veranderen. Dat weten wij nu al, dat weten wij van tevoren al. Ja, het is niet zo dat we zo dadelijk een, uh, een, een, een kwarkboson of weet zo'n ding. Dat we die ontleden en dan zijn we erachter en er zitten allemaal olifanten in. En dat we dan de cirkel compleet hebben. van, Nou, zie je wel, de kwarkbosonen die bestaan uit olifanten. En de olifanten tetten de tet, lopen in het doorwoud. En ja, zo is dat hele cirkel rond. Nee, natuurlijk niet. Dus de natuurkunde zegt dat de materie bestaat uit iets waar ze, ja, wat ze gewoon niet weet. Daar komt het op neer. Ja, want ze zeggen dat materie bestaat uit moleculen. Dan vraag jij wat zijn moleculen? Nou, die bestaan uit atomen. Nou, waar bestaan atomen uit? Nou, die bestaan uit atomaire deeltjes. Zoals neutronen, elektronen en protonen. Dat zijn er drie. En dan vraag jij natuurlijk, ja, waar bestaan die atomaire deeltjes uit? En dan komen ze op kwark. Dan moet je wel lekker doorgaan vragen. En uiteindelijk zeggen ze dan. Ja, dat weet je weer niet. Ja, dus dan weet je niet waar materia bestaat. Moet je het gewoon eerlijk zeggen. Moet je gelijk aan het begin al zeggen. Je moet niet komen met dat gezeur over moleculen. Je weet niet waar materia bestaat. Je weet alleen maar dat als je tot op zekere hoogte gaat kijken. dat je dan patronen ziet. Maar ja, waar bestaat materia? Ja, dat weet je niet. Punt. En er is een andere stroming, en die zegt dat het gaat om, uh, um, om, een, om een golf. Dus wat wij zien, dat, dat zijn golven. Ja, ja. Maar de grote vraag is: wat golft er? Want een golf, dat is een leuk woord, het is wel leuk dat je zo'n golf verzint. Maar wat is nou een golf? Een golf is bijvoorbeeld een watergolf, zoals dus een bootje door een sloot vaart. Dan zie je een golf en als je een zee hebt en dan gaat de wind overheen, dan zie je ook een golf. Hè? Maar in beide gevallen, wat je ziet, dat is het water dat dan het golf is. Dan heb je een korte golfslag of een lange golfslag? Of, uh, dat soort dingen heb je dan, maar het is het water dat golft. Maar als je het dan hebt over licht, dat wordt dan gezien als een golf. Hè? Maar wat is er dan aan het golven in het geval van licht? Ja, dat weten we niet. Nou, daar ga je alweer. Snap je? De wetenschap weet helemaal niet waar licht uit bestaat en waar materie uit bestaat. En dat loopt maar een beetje. Uh, ja, leuke dingen te poneren. Dat is allemaal wel grappig. Dat is, ik zeg niet dat het onzin is. Je hebt er wel wat aan aan die met dat licht gebeuren. Dat we weten inmiddels dat dat licht heeft, daar hebben je het over golflengte. We weten de lengte van blauw licht en de lengte, de golflengte van blauw licht en de golflengte van rood licht. Dat weten wij. Dat weten wij vrij nauwkeurig. Maar zoiets als licht is een golf, dat is alleen maar in het woord, hoor. Want zou het echt een golf zijn, dan moet er dus iets zijn wat golft. He? Dus een watergolf, dat is water dat golft. Nou, in het geval van licht. Ja, wat golft er dan? En vroeger zeiden ze dat is eter. Eter golft. En, en dat is licht. Dus als de eter gaat golven, dan zien we dat. En wat is een eter? Ja, eter, dat is een spul en dat gaat overal dwars doorheen. En dat kan je niet zien. Ja, daar ga je weer. Snap je? Dus al die natuurkundige jongens met hun verklaring en meisjes... Al die natuurkundige jongens en meisjes met hun verklaring van de materie... Die komen uiteindelijk met zoiets wat ze dus heel schamen moeten zeggen. Van ja, en dat ze, uh, ja, dit is, uh, is onzichtbaar. Die zijn niet te meten, maar het is er wel hoor. En als je aan die mensen vraagt, ja, maar het is er niet, je kan het niet meten, hoe kan je dan weten dat het er is? Dan zeggen ze, ja, als we dat niet aannemen, dan klopt ons verhaal niet. Nou, Waarop ik dan doodleuk zeg, nou, dan geloven jullie dus in het bestaan van iets wat er helemaal niet is. Punt. En dan moeten hun zeggen, ja, daar heb je helemaal gelijk in Perry, want, uh, uh, ja, want anders hebben wij helemaal niks om op te hebben wij geen poten om op te staan. Wij moeten wel aannemen dat, dat het geen enkel probleem is dat we helemaal niet weten waar materia bestaat. En dat we ook helemaal niet weten wat er is dat golft als er een lichtstraal voorbij komt, dat weten we allemaal niet. We weten alleen maar dat we experimenten kunnen doen en er komt steeds hetzelfde uit, maar we weten niet waar we nou eigenlijk naar zitten te kijken. Dat is het hele punt. Ja, ze verzinnen er wat bij, ze verzinnen een, dat een model en, en dan zeggen ze: Nou, het is gewoon zo. Het is ja, dat model. Vanuit dat model kunnen we het prima verklaren. Dus is de werkelijkheid conform het model. Maar dat is niet waar. Zo werkt, de, zo werkt de logica niet. Als ja, dus aangenomen dat de werkelijkheid A, B, C is. En dat is het model. Dan krijg je die en die meetresultaten. We krijgen die en die meetresultaten. Dus. is de werkelijkheid A, B en C. Huh? Dus je kan zeggen. Als het regent, dan worden dingen nat. Hm? Nou, vervolgens zegt er iemand: hey, er wordt iets nat. Oh, zegt een ander. Nou, dan regent het. Nou, ja, dat is niet waar. Snap je? Want als er iets nat wordt, wil niet zeggen dat het regent. Misschien is de bovenbuurvrouw die is de bloemen aan het water geven en die is een beetje ruim schoots met het water aan het sproeien. En dan wordt er beneden op het volgende balkon wordt er iets nat, maar dat is niet dat het regent. Dat is de bovenbuurvrouw. En als het regent, dan wordt er iets nat. Want als er helemaal niks nat wordt, dan regent het niet. Logica is dat. Dus in de wetenschap is het heel gebruikelijk om een theorie te finaliseren met een stuk vacuüm van ja, dat weten we dus niet. Nou, en in de Bijbel wordt gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En waarom dat zo is, ja, dat weten we niet, maar dit nemen wij maar aan, want uh, dan kunnen we alles een beetje gaan rangschikken. Ja, datzelfde doet de wetenschap ook. En dan vind ik het heel flauw om in het geval van de Bijbel... daar plotseling heel moeilijk en stichtelijk over te gaan lopen doen... terwijl de wetenschap die mag dat gewoon doen. Want die jongens en meisjes kunnen niet anders... en anders hebben ze helemaal niks te vertellen. En daarbij, de, aangezien de werkelijkheid niet door iets materieels geschapen kan zijn... dat weten wij, dat, dat kan niet, daar kom je helemaal niet uit. Dat is ondenkbaar, dus... Ja, dan moet er toch iets immaterieels zijn. Of je neemt aan, en dat is naar mijn idee de meest belachelijke aanname die er is, is dat er helemaal geen verklaring is voor de werkelijkheid. Want de werkelijkheid die is gewoon. Ja. En je hoeft je dus niet af te vragen waar die werkelijkheid vandaan komt. Want ja, ja die was er al. En, uh, ja, misschien is die morgen weg. Ja, dat weet je niet. hè je niet weet hoe de werkelijkheid tot stand is gekomen ja waarom zou die er dan over een minuut nog zijn en dat is het, dat laatste dat is het atheïsme of het nihilisme is het ook wel wordt het ook wel genoemd het is dat je helemaal niet meer gaat nadenken over ja een ontstaansreden voor de werkelijkheid dat leg je allemaal naast je neer. Dat doe ik niet om. Ik, uh, ik hou van uh, ja, ik, ik zeg wel dingen waar ik van hou. Hoor. Uh, soms uh, TV kijken vind ik wel leuk. Ja. met uh, bier. Vind ik wel leuk. En, uh, soms ook uh, bier en worst. Ik vind uh, TV kijken met alleen worst vind ik niet zo lekker. Dat, ik vind bie, TV kijken met alleen bier dat, dat vind ik nog wel leuk. Maar tv kijken met alleen worst, dat, dat vind ik niks. Okay. Maar uh, tv kijken met bier en worst, dat, uh, oh, dat, vind, dat vind ik ook wel leuk hoor. Waar ging de vraag eigenlijk weer over? Ja, zo kan je ook zijn, natuurlijk. Een hoop mensen zijn, denk ik, ook wel zo hoor. stiekem. Dus, uh, niet zo platvloers met tv kijken en bier en worst, maar. Nou, ze doen dan meer. Uh... Sociaal, cultureel geaccepteerde dingen. Nou, en ik wil graag weten hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En ik vind de aanname dat je ervan uitgaat dat het dus allemaal begonnen is met het woord, dat het woord iets immaterieels aan het begin stond van al het materiële. Dat vind ik heel erg aannemelijk. Je kan daar wel wat mee. Voor mij is dat geen probleem. En wat ik dan ook he, met de theorie van God. Waar ik dan ook mijzelf prettig bij voel, is dat de God van de Bijbel de mensen opdraagt om zich op een bepaalde manier te gedragen. En dat de God van de Bijbel ook zegt dat er bepaalde dingen te gebeuren staan en dat wij daarin een rol hebben te vervullen. En er staat dan weliswaar in de Bijbel dat mensen zoals ik, dat die geridiculiseerd zullen worden. Ze zullen voor gek verklaard worden, ze zullen vervolgd worden. Dat is allemaal niet zo fijn om dat te horen natuurlijk. Aan de andere kant, ja, ik, ik ervaar het wel. De meeste reacties die ik krijg op YouTube zijn best positief, maar niet allemaal. En ik kan er goed tegen, hoor. Je hoeft met mij geen medelijden te hebben. En trouwens, ik heb een knop op mijn YouTube-kanaal. En als iemand te bond doet, het te bond maakt, moet je zeggen. Dat is twee keer gebeurd. Er was één iemand, en die zat niet alleen mij uh... ja, lastig. Dat vind ik echt lastig vallen. Met, met uh, uh, hele ingewikkelde. ...reacties en dat was nog niet eens per se... ...beledigend naar mij toe... ...maar het was wel beledigend toe... ...naar Jörg Liesman. En daar hou ik ook niet van. Daar is mijn kanaal niet voor bedoeld... ...om te gaan lopen... ...urine... ...plassen... Uh, ...inktpissen... heet het ook wel... ...over iemand anders. Dat doen we niet. Daar gaat zo iemand dan maar... ...zijn eigen kanaal voor oprichten... Met nul uh, subscribers. En toen heb ik Jurk, uh, dit man, Jurk dus, ge gecontact en hem gevraagd van ken jij deze groensoort? En hij zei ja, die ken ik. Ik zal je even laten zien wat hij bij mij allemaal wel niet uh, erop gepleurd heeft. Ja, toen heb ik die man nog één keer een kans gegeven. En toen bleef hij, kwam hij terug met een of andere uh, belachelijke reactie op mijn reactie. En toen denk ik, nou is het afgelopen. En dan kan ik ze blokken. En er was iemand anders en die waagde het om even op YouTube te gaan zetten voor welke onderneming ik werk. Want ik, ben nou, uh, ik werk dus in de gehandicaptenzorg als ondersteuner. Helemaal onderin, toiletten schoonmaken. En ik vind het erg leuk werk en ik vertel daar graag over. En ik vertel niet voor welke organisatie ik werk. En ik vertel ook niet op welke locaties ik werk. En dat doe ik niet omdat de privacy van de bewoners, de cliënten, die mag niet geschaad worden. Dus het allerbeste is dat ik het er helemaal niet over zou hebben. Want dan weet je zeker dat je die privacy niet in het gedrang brengt. Maar aan de andere kant, ik maak er zulke leuke dingen mee dat ik het toch wel. Ja, zo af en toe vind ik het wel nodig om te vertellen wat ik nou weer heb meegemaakt. En, en als dan iemand eventjes gaat. Uh, die persoon heeft het eerst gevraagd: van, uh, waar werk je eigenlijk? Toen heb ik tegen hem gezegd: nou gezien de privacy van de, de situatie in de bewoners, uh, is dat een no go? Ik die krijg geen antwoord. Uh, toen is die persoon heel goed gaan luisteren naar wat ik allemaal zei. En, uh, 1 plus 1 is 2. En, en even gaan nadenken. En uh, toen heeft hij de naam van die organisatie even in een reactie gezet. Van je werkt daar, hè? Jeetje, dat vind ik dus onacceptabel gedrag, hè? Wat een kleuter is dan ze. Nou, die heeft een ben gekregen. En hij mag nog uh, blij zijn dat ik hem niet gerapporteerd heb. Dat had ik kunnen doen. Maar ik werkte toen nog niet, nog niet zo lang bij die organisatie. En... Ja, en je wil als nieuw, nieuwkomer uh, ja, verzelden geld. Want die, die man die werkte dus bij diezelfde organisatie. Dat is mij wel duidelijk. Nee, anyway, ik heb het hem verder niet moeilijk gemaakt. Ik wil maar zeggen, er, er zijn mensen en die doen het behoorlijk lodig. Daar trek ik mij niks van aan. En dat volgt ook weer uit de, de theorie van God. Dus, die, Aristoteles heeft gezegd. Die leraar van Alexander de Grote, die oude filosoof, 300 jaar voor onze jaartelling. Een filosoof die best hele interessante dingen heeft geconcludeerd en opgeschreven. En Aristoteles heeft gezegd: iets kennen is weten wat de oorzaak is van dat iets. Dus als je de oorzaak van iets niet kent, dan ken je ook datgene niet. Je kan bijna zeggen: het, het kennen is dus niet in het ding zelf, maar het kennen zit hem in de oorzaak. Je moet de oorzaak leren kennen. Je kan ook zeggen: de oorzaak is het ding wat te kennen is. Nou, dat betekent voor mij dan ook dat het immateriële, dus het woord. Dat voorafgaat aan deze materiële werkelijkheid, wat dus de oorzaak is van deze werkelijkheid. Dat woord interesseert mij. En deze materiële werkelijkheid niet. En deze manier van denken, dit gedachtegoed, dat staat ook in het Nieuwe Testament. Ja. Net had ik iets van: verzamel u geen schatten op deze aarde, waar mot en roest ze zullen bederven of zo. Materiële zaken, zoals geld, en een huis, en een auto, en dat interesseert me allemaal helemaal niks. Dat heeft me nooit geïnteresseerd. Nooit. Er zijn wel spullen waar ik aan gehecht ben. Ik heb mijn computers en dan vind ik wel erg fijn dat ze het doen. En dan kan er stikstak gereinigd worden als er eentje het niet doet. En dat komt omdat dat de dingen zijn waarmee ik dan bezig ben. Maar niet voor de heb. Ik heb mijn computers niet voor de heb. En ik heb ook geen auto. Al heel lang niet. Vroeger wel hoor, maar nou niet. Ik heb het nu niet echt nodig, dus dan wil ik ook geen auto. Ik kan lekker met mijn bus, uh, met de bus naar mijn werk. Dat is voor mij goed genoeg. Dan maakt mij het huis een auto. En dat klopt met de inhoud van de Bijbel. Het, het klopt. Uh, en ik kan het iedereen adviseren om dat stadium te bereiken. Dus, dus, het, laat ik zo zeggen, het is zelfs jammer als jij een auto hebt. Als je dan een auto wil hebben, want dan heb je zo'n ding. En dan moet je voor zorgen, en dan moet je APK laten keuren. En dan moet je omdenken dat je de verzekering betaalt, en je mag niet te hard rijden. En als je een parkeert, moet je goed kijken of het daar wel mag. ga maar door. Een auto is eigenlijk helemaal niet leuk. Veel beter wil je geen auto. En verzamel je geen schatten op deze aarde. Waar uh, snelheidsovertredingen en parkeerbonnen je de, de lust zullen ver, doen vergaan. Dus voor mij is dat zo makkelijk. Vanwege mijn hunkering om de oorzaak te weten ben ik erop gestuurd dat het vast staat... wetenschappelijk, logisch gesproken... vanuit het woord staat het vast... dat de materie niet de oorzaak kan zijn van de materie. Dus moet het woord de oorzaak zijn van de materie. Nou, dat laatste is dan nou, niet... Nee, eigenlijk wel. Eigenlijk is er geen andere... Als er een oorzaak is voor de werkelijkheid... Dat moet je dan zeggen, als er een oorzaak is voor de werkelijkheid, dan is die oorzaak het woord. Of de Elohim, de powers, de wil wordt het ook wel genoemd. Nou, die moeten zijn. En ik zie hem, ik ervaar hem dus. En met mij vele anderen. Ik ben ook heel erg dankbaar voor mijn leven, om die reden. Omdat ik het zie wat er allemaal wel niet gebeurt. En ik, ik ben depressief geweest. En, dat, en achteraf weet ik dat ik depressief was, omdat er toen in mijn leven, in mijn omgeving, waren er mensen en die maakten misbruik van mij. En ik. Ik had het niet in de gaten, of ik wilde het niet onder ogen zien. Of... Nou, voor een deel zat ik ook vast. Ik kon er niks aan veranderen. Dus dan zit je in een situatie waarin je niks kan veranderen. En er wordt misbruik gemaakt van je. En dan ga je dat misbruik maken, maar accepteren. Ik ga nu even de psycholoog, psychiater uithangen. Nou, daar ben ik depressief van. Dat lijkt me nogal dus. En als je depressief bent, dan ben je niet blij. Ja, je hebt ook geen reden om blij te zijn, want je wordt misbruikt. Maar dan weet je dat misbruik van je af te schudden. En ja, nu heb ik dat bijvoorbeeld weer. Zo'n situatie ben ik weer heerlijk lekker vrij. En uh, niemand doet me wat. Ik kan zalig programmeren. Vandaag ook weer etterlijke regels geschreven. Een goed nagedacht. En mijn nasje en mijn droogje. Ach ja, dat verdien ik met schoonmaken. Happy? En zo dadelijk krijg ik een jaarcontract aangeboden. voor 27 uur in de week. Ja, dat betekent dat ik, dat ik geramd zit. Om van 27 uur in de week werken kan ik heel goed leven. Meer dan goed. kan ik gaan sparen, dat is mooi. Ga ik goud kopen of zo? <laughs> nou, ik weet het niet. Ik kan het moeilijk op mijn spaarrekening laten staan, want dan ben je een dief van je eigen portemonnee. De inflatie die is momenteel hoog hoor. Het afgelopen jaar was de inflatie bijna 10%. Dat zegt het CBS niet, maar dat is wel zo. Op de goederen die je dus als mens daadwerkelijk nodig hebt. Hè? Maar goed, dit ging dan niet over geld. Het over, ging over de theorie achter God. ...achter de oorzaak van het materiële. En ik denk dat jij er ook... ...mee moet gaan stoeien. Het heeft voor mij... ...het is niet mijn doel om... ...jou ervan te overtuigen... ...van mijn idee. Ik vind het eigenlijk wel leuk... ...als iemand anders met een ander idee komt... Ik ben dan Martin Vrijland aan het lezen. Met zijn boekje. De werkelijkheid zoals we die waarnemen. Zo heet dat. Iets? Ik heb het gekregen. Van een kijkeraar. Heel erg aardig van haar. En Martin Vrijland komt dan ook met zo'n opmerkelijke uitspraak. Ik ga dat boekje nog een keer samenvatten. en Dan ga ik een beschouwing over ik ben er nu aantekeningen in aan het maken. Zo. Maar ergens zegt hij dan ook dat deze wereld wordt, of is veroorzaakt door. Hoe noemde hij het nou? nou? In elk geval iets immaterieels, iets vergelijkbaars met het woord. Hij gebruikte een ander woord, maar dat kwam daar wel op neer. Het was een idee of zo. Ik denk dat iedereen die gaat nadenken over een ontologie, over dus een oorzaak van alles wat er is, dat die uitkomt bij een immaterieel iets. Dat kan niet anders. Want een materieel iets kan niet. Nou, en het enige wat overblijft is immaterieel. En... Ja, dat kan alleen maar het woord zijn, volgens mij hoor. De gedachte. Ja, de wil, dat is Schopenhauer met de wil. Ja, en daar. Ja, en dan heb je zo het begrip God. En, en dat is dat, de definitie van dat woord of de wil. Zoals het in de Bijbel wordt gehanteerd. En. Ja, dat is ook iets en dat maakte voor Jorden Pietersen denk ik ook niet makkelijk voor hem... ...is dat hij geen onderscheid maakt tussen het Babylonische meer-godengeloof... ...en de, het zuivere geloof van de Bijbel. De wetten van Mozes, die zijn heel zuiver... En die zuiverheid vind je niet in het Babylonische geloof, waarbij je meerdere goden hebt. En rituelen en bepaalde dagen. En, uh, ja. Dat is niet het geloof. Wij noemen dat heidendom. Wij, de mensen van de Bijbel, wij noemen dat heidendom. Babylon heet dat ook wel. Oké, okay, jij zegt ja, maar Babylon, dat is er al lang weg, joh, dat bestaat toch niet meer? <laughs> nee, het is verplaatst meer niet. En het is enorm gegroeid. Dus Babylon is, ja, dat kent zijn weerga niet. Momenteel is het de machtigste organisatie op deze aarde. Dat is het, het oude Babylon. En hun een religieuze monsterbeest moet je daar wel noemen. Ja, het is niet helemaal het correcte woord. Maar hun uh, monstrueuze monsterachtige organisatie, de meest verschrikkelijke van het geheel, dat is de Universele Kerk. Dus de, de Algemene Kerk. Als je een beetje gevoel hebt voor waar het allemaal om draait, dan, dan mag je snappen dat het woord universeel en het woord kerk. dat heeft niks met elkaar te maken. Kerken horen lokaal te zijn. De kerken zijn lokaal, het zijn gemeenschappen. En je kan niet zoiets hebben als de universele gemeenschap. Dus je kan ook niet zoiets hebben als de universele kerk. En de universele kerk, ze dat toen in Europa hebben ze het ons. Door de strot geduwd. En dan kwam dan begin van de 16e eeuw. brak het protest tegen die uh, universele kerk brak door. En toen kreeg je dus een hele grote groep. met allemaal lokale kerkjes. die onderling helemaal geen problemen hadden ook nog een keer. Hè? Uh, je had, in het ene dorp had je die kerk. en in het andere dorp had je die kerk. En, uh, dus allemaal weer lekker de kerken zoals het moest zijn namelijk lokaal het protestantisme dat was het protest tegen die universele kerk ik weet niet hoeveel stromingen de 30.000 of zo nu in totaal echt heel veel Daar is niks mis mee dat mag de Bijbel is universeel. Het woord is universeel. God is universeel. Maar kerken niet. En Babylon, die heeft de universele kerk. Ja, zo zit het in elkaar. En je moet Babylon goed loszien van het geloof. Babylon is. Het heeft niks te maken met religie. Babylon, dat heeft alles te maken met politiek en macht en geld. En Jordan Peterson die scheidt dat niet. Die, die ziet het katholicisme als een geloof. En dat is het niet, het is heidendom. Ik ben benieuwd wat ik nog meer uh, van Jordan Peterson ga horen. Ik ga dit over uh, het geloven in God, waar hij dan mee bezig is. Ik heb nog een kwartiertje, zie ik. Ik ga dat kwartiertje nog even beluisteren. En tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En tot de volgende keer dat ik het ga hebben over de theorie achter, over, door, in... Of naast God. Tjus.